Hallo mijn lieve Cyber Angels. Dit is de introductie of het begin van jullie jaarlijkse lezing. Net zoals ik de laatste paar jaar al traditioneel doe. Dank jullie wel voor jullie lidmaatschap en je duimpjes op. Hou zo die duimpjes op. Ik weet dat ik nu ik verlies mijn volgers omdat ik geen superchat meer heb en dat is jammer. Je kan me ook op andere kanalen vinden. Nederlands is hoofdzakelijk op woensdagochtend op Facebook, maar ik heb ook nog wat Nederlanders op YouTube. En wat een jaar 2023 is geweest. Het is de snelste voorjaar geweest voor mij met heel veel verschillende ontwikkelingen. Volgend jaar hebben we het jaar nummer 8. Dit jaar was nummer 7 en dat zou ons geluk moeten brengen. Tot op het heden toe en ja, op sommige gevallen, voor mij en voor de wereld ook wel, maar ook niet. We moeten het vrede zoveel mogelijk behouden. En ik hoop dat dat veel beter gaat lukken in 2024. Je weet dat ik ook niet alleen maar tarotkaarten doe, maar ik speel ook met de astrologie, vooral met karakters. Niet zo wat de voorspellingen, maar wel met karakters en met numerologie. Volgend jaar wordt het nummer jaar 8. In numerologie hebben we elk jaar een unieke trillingen van de energie. Elk jaar heeft een ander nummer wat ook andere trillingen geeft van de energie. Die gebeurtenissen op zowel mondiaal als persoonlijke schaal en het kan beïnvloedend zijn. Het jaar 24 is daarop geen uitzondering, omdat het danst met de ritme van het numeriek compositie. Oké? Dit kunnen worden gecodeerd en beperkt. Ik heb het opgezocht, ik heb speurwerk gedaan, zo daarom heb ik het even opgeschreven en vertaald. Zo, vergeef me, mijn Nederlands is niet altijd het beste. In 2024 is 2024 voorbestemd om volgens de numerologie een geluksjaar te zijn of worden. Zijn er specifieke thema's en energieën die ons leven de komende maanden vormen zullen geven? Dit zijn de vragen die wij zullen proberen te beantwoorden terwijl wij verdiepen in de cijfers, maar ik ga niet te diep in de cijfers. Maar dat kan je ook op internet vinden. En deze kunnen een leidraad zijn voor jouw keuzes en beslissingen en inspanningen in de komende jaar. In de kern is numerologie gebaseerd op een overtuiging dat getallen alleen wiskundige symbolen zijn, maar ook dragers van vibrerende energieën die inzicht kunnen bieden op onze persoonlijke levenspad en zelfs bredere gebeurtenissen in de wereld. Je hebt het levensnummer, je hebt de bestendingsnummer, je hebt een persoonlijke jaarnummer, een universeel nummer, de numerologie, een numerologische getallen. We rekenen voor numerologische getallen kunnen enigszins variëren afhankelijk van de aanpak van een neuroloog. Numeroloog, not neuroloog. het geeft je een beetje de zenuwen. Maar vaak gaat het opsplitsen van datums, namen en enkele cijfers. Het jaar 2024 is in de numerologie het essential om de numerologische trillingen te begrijpen die dit jaar vormgeven en hoe ze zowel wereld als geheel als individueel lot kunnen beïnvloeden. Numerologische betekenis voor 2024. Het jaar is een samenstelling van cijfers 2, 0, 2 en 4. 2 en 2 is 4 en 4 en 4 is 8. Zo kom je tot het nummer van het jaar.
Hun combinatie in deze specifieke volgorde creëert een bijzonder vibrerend atmosfeer voor het jaar nummer 2 om zijn eigenschappen van harmonie, samenwerking, evenwicht, union, samenkomen, koppelen enzovoort en balans. Ook diplomatie, en dat is wat we hard nodig hebben volgend jaar, en zeker de overheden die zullen daar aan moeten houden en moeten gebruiken om het vrede te bewaren. Nummer 4 wordt geassocieerd met stabiliteit, productiviteit. Dat hoor je mij altijd zeggen als ik een nummer 4 trek in de tarot. Stabiliteit en ook productiviteit. Hard werken en bouwen van een solide basis. In 2024 zou het een jaar kunnen betekenen voor methodologische vooruitgang en inspanningen om verschillende aspecten van het leven te versterken. Dit is het in het kort. Ik kan het niet te lang maken, want anders wordt de video te lang om op te uploaden. Zo, ik hoop dat jullie gaan genieten en gelukkige kerst en een gelukkig, gezond en vrolijk nieuwjaar. Hou je taai. Bye bye. En ik hoop dat jullie lid worden van Charlie's Angel Tarot op YouTube, TikTok en Facebook. En kom, doe gezellig mee in de lives. Hou je taai. Hallo lieve Ram, dit is jullie jaarlijkse lezing voor 2024. Ik hoop dat je ook naar de introductie geluisterd hebt, want dat legt ook uit wat een jaar nummer 8 betekent en hoe je het kan gebruiken ter bevordering van jezelf, romans of in je werkleven of je carrière of hoe je een doel moet bereiken. Ik hoop dat jullie blijven steunen en dat jullie lid worden, aangezien dat 45-49% mensen nog niet lid zijn. Wil je hebben dat deze kanaal blijft bestaan en dat er ook weer meerdere dingen mogelijk zijn, dan word lid en geef even de duimpjes op alsjeblieft. Dankjewel voor je steun als je gesteund hebt in 2023 en leuk om je te ontmoeten als je net lid geworden bent. Ik hoop dat je een fantastisch kerst zal hebben en een gelukkige jaarwisseling. Ik ga live op YouTube op 9 uur, 9:15, 's avonds op woensdag, woensdagochtend op Facebook en donderdagochtend op TikTok. Zo, ik ben nu heb ik geen monetization op TikTok. Zo, ik hoop dat het terugkomt, maar ik moet meer stemmen en meer leden hebben. Zo, doe je best. En weet ook dat er shorts zijn. En kijk naar de shorts. En steun de shorts vooral. Ik wil je ook een suggestie geven om even naar dit jaars jaarlijkse te kijken. En kijk of het resoneert met wat er gebeurd is dit jaar met jou. En kijk uit naar de volkomende 2 maanden en kijk of dat overeenloopt met de 13e maand. Van vorig jaar heb ik een 13e maand gemaakt, maar ik zal een losse video maken voor de 13e maand. Dat is januari, maar dat komt uit in december. Nou, dat gezegd, laten we naar je lezing gaan. Ik gebruik de ster tarot en de engelen tarot. Je komt binnen met de dwaas. De dwaas wil zeggen, wees niet dom, wees niet naïef, wees niet kinderachtig of niet volwassen. Weet wat er om je heen gebeurt en bereid je voor op het nieuwe begin. Want deze kaart betekent ook, probeer zoveel mogelijk onderzoek te doen of speurwerk voordat je in het diepe springt. En laat niemand de wol over je ogen trekken. Alles wat glittert is niet goud. Zo, de dwaas is geboren in een grot en die heeft geen levenskennis of levenservaring. Daarom moet hij het
hands-on met de handen. Of hij begint zijn reis, zijn spirituele reis en zijn fysieke reis. Dus hij moet alles op zijn weg of op zijn reis ervaren en daarvan leren. Zo luister naar je intuïtie. Deze kaart is ook een spirituele kaart, omdat het een nieuw begin is van een reis. Zij het mentaal of lichamelijk of spiritueel. Je hebt ook de 5 van staven. Dat kan concurrentie zijn om je heen, of je bent in competitie met iemand om misschien kennis te vergaren en levenservaring en levenskennis. Maar het kan ook zijn dat je kleine argumenten hebt. Het is niet echt ruzie. Het is van korte duur. 5 betekent dat je halverwege bent. En dat er grote veranderingen komen gaan. Dat is het analyse op de themakaarten van de lezing van het jaar. Je hebt ook de 10 van bekers. Sorry. Je komt in met feesten. En feesten, al heb je niet genoeg gefeest over kerst of nieuwjaar. Misschien is het een uitstel van familie die niet konden komen met kerst of nieuwjaar. Of vrienden. Misschien komen ze begin januari naar je toe. En misschien ga je verloven. Misschien heb je een aanzoek gehad met kerst. Als je dat gedaan hebt of met nieuwjaar, dan kan je nu gaan beginnen te regelen met de kostenplaatjes en met plannen waar je de receptie gaat houden, wat voor jurk je gaat kopen, wie komt er naar je feest. Deze kaart betekent ook dat je kan gaan verhuizen of dat je samen gaat wonen voordat je gaat trouwen. Het is de ultieme gelukskaart. Familie en familie zijn belangrijk. Je gaat naar het volgende niveau als je wilt met deze kaart in romans of in carrière. Promoties, salarisverhogingen. En ik bedoel niet een 13e maand. Ik bedoel echt een verhoging. Ook kan het zo zijn dat je uitvindt dat je zwanger bent. Deze tijd is vruchtbaar. Ben je niet zwanger en je wilt zwanger raken, dan is het nou tijd om te proberen om zwanger te raken. Wil je niet zwanger worden, neem dan voorzorgmaatregelen. 10 is completion, voltooid. So, er is een einde. En waar er is een einde, er is een nieuw begin. 10 wordt een 1. Zo, je hebt alvast een 1. Je ziet de honeysuckle, vogeltjes, hummingbirds en vlinders. So it is ook zo een transformatie en transitie periode. Je sluit iets af. Je hebt 2023 afgesloten en je bent nu in 2024. So het is een nieuw jaar, een nieuw dag, een nieuwe week, een nieuwe maand. Nou, wat wil je nog meer? Het rust komt terug. De duif gaat landen. Hierbovenop heb je de toren. De toren betekent onverwachte eindingen. En nieuw begin. Neem het als avontuur en spanning. Leuke spanning. Sommige vrienden zullen van je wegvallen. Of omdat er iets niet gebouwd was op een goede fundering. Zo, wees zeker dat je alle kennis vergaart en speurwerk doet, zodat je dit nieuwe begin, je kan ook misschien wel 2 nieuwe beginnen krijgen, want de toren betekent ook een onverwachte nieuw begin. Het is een lang tijd komende, misschien heb je geen keuze kunnen maken of een beslissing. Zo, je voorouders en de divine en de engelen geef je dit nieuw begin, want ze weten dat je het aan kan. Vooral als je samen bent. Samen sta je sterk. Nummer 16 wordt 7 en dat betekent goed geluk. En de 10 van bekers betekent ook geluk natuurlijk.
Zo begin dit nieuwe begin of alle nieuwe beginnen met een goede fondering. Misschien ga je wel verhuizen en op vakantie, zei ik toch, met 10. Nou, dit kan ook zo zijn met de toren dat je een appartement verlaat voor een huis en een tuin. Kijk naar alle bloemen, zodat er ruimte is voor een kind of voor een hond of voor een kat of alle drie. Ik krijg ook dingen te horen. Je kroon zal wel kunnen afvallen, maar vergeet je ego. Je staat samen. Samen kun je meer doen dan alleen. In februari hebben we de Ridder van Zwaarden. Dat betekent dat je te maken kan hebben met een tweeling, een weegschaal of een waterman. Nieuws komt naar je toe. Dit nieuws komt door via cyber, telefoon, e-mail of tekstmessage. En het zal allemaal heel razendsnel gaan. Zo, nu is het de tijd om serieus te worden en om professionele hulp te vragen. Aangezien dat je de koningin van Zwaarden hebt. Zij representeert weegschaal maar het kan ook een tweeling of een waterman zijn. Ten slotte is waterman ook in februari hun verjaardag. Zo, je kan te maken hebben met een andere waterman buiten een van die andere twee. Zo, als je officieel nieuws krijgt, want Zwaarden staan ook voor officieel, juridisch, instanties, overheden, betekent het, of representeert het. Zij werkt zeker voor een instantie of een overheid of een stichting, zoiets. Zij snijdt de BS weg. Zij gaat gelijk voor het koor. En zij snijdt alle negatieve dingen weg om duidelijkheid te krijgen en de waarheid. Zij kan een alleenstaande ouder zijn, zij de man of een vrouw, maar de status van de koningin. Zij heeft haar emoties onder controle, want zij moet op haar voeten denken. Want ze moet vlug antwoord kunnen geven en vlug weten wat er gaande is, zodat ze gerechtigheid kan brengen naar je toe en duidelijkheid. Dat zal het nieuws ook wel zijn, misschien van een advocaat, of een boekhouder, een dokter, of een professor of een leraar. Iemand die benodigdheden gebruikt dat knipt, snijdt, is meestal, kan je vinden dat ze een tweeling zijn, of werken voor een instantie, of dat ze met de wet werken om gerechtigheid te krijgen. Zo, nou, zo wees niet bang, zij houdt van je. Als je er een ontmoet op een romantische basis, dan hebben ze hun emoties onder controle en meestal carrière georiënteerd. Maar ze weten ook dat ze kinderen willen, maar werk voornamelijk zijn ze carrière. Misschien proberen ze ook wel het balans te vinden om vanuit huis iets te werken. Zoals een pedicure, een manicure, een kapper. Misschien wel een dokter die een praktijk heeft aan huis. Zulk soort mensen kan je vinden die met luchttekens zijn. Een banker, een makelaar. Iedereen die met autoriteiten te maken heeft. In maart heb je de koningin van bekers. De koningin van bekers is zachtaardig, lief, maar heeft ook haar emoties onder controle. Zij representeert schorpioen hoofdzakelijk, maar vergeet niet de vis. En we zitten in maart, zo dat is vis. Dat is de tijd van vis dan, als het niet een persoon is. Of een kreeft. Ze is zorgzaam, ze is mooi, ze is knap, ze heeft empathie, ze is intuïtief, ze is sensueel, maar ook mysterieus. En het kan één van de drie zijn.
Het kan ook iemand zijn natuurlijk, niet alleen maar met een zonteken, maar een maanteken of een ascendente. Zo kijk alle drie je sterrenbeelden en dan krijg je een beter plaatje. Ook kan je bijvoorbeeld te maken hebben met een moederfiguur, aangezien dat de keizerin, de koningin van pentakels en de koningin van bekers moeders representeren. De koningin van zwaarden en de koningin van staven, die zijn de carrière moeders. Die weten wat ze moeten doen en hoe ze dat moeten in balans moeten houden, vaak. Hier heb je de vier van pentakels. Misschien heb je je kinderen een beetje te veel verwend met Kerstmis en Sinterklaas. En nu zit je op houtjes te bijten en probeer je vast te houden de centjes die je hebt. Of als je dat niet doet, dan kan het ook zo zijn dat je te veel geld uitgeeft en dat je geld brandt een gat in je hand. Zo, dan is het advies een waarschuwing. En een waarschuwd mens telt voor twee. Trek de touwtjes aan van de portemonnee. Vier betekent productiviteit en stabiliteit. Hou alles stabiel. Maar je ziet dat ze ook een munt heeft voor haar zonnevlecht en haar hart. Ook ideeën. Ze heeft haar hersens afgesloten. Ze laat niks meer door. Geen emotie. Geen lach. Geen huilen. Zo, als je je zo voelt dat je teruggetrokken hebt en geïsoleerd hebt. En je zoekt voor een liefde of je zoekt voor een nieuwe baan. Of je zoekt naar een oplossing tot je droom, wens of doel. Kom uit de schaduw en kom uit je isolement. Het is goed om tijd te nemen om over dingen na te denken, maar zij is hier niet aan het nadenken, want ze heeft zich afgesloten. Ze houdt ermee op en kom eruit. Luister naar je intuïtie. Dat is wat je moederfiguur zou zeggen tegen je. Zij het oma, moeder of schoonmoeder of een persoon die je ziet als een moederfiguur als je geen moeder meer hebt. In april hebben we de vijf van staven. De vijf van staven betekent weer, heb je de tweede keer, twee vijven heb je dan. Betekent oneenigheid, maar onthoud dat elke wolk heeft een zilveren voering. Het is van korte duur de oneenigheid. Maar misschien heb je wel tegen de competitie moet je winnen. Misschien wel tegen twee soorten competities. Zij het in sport, zij het in een studie, zij het in sollicitaties, zij het in om een huis te krijgen. Daarom zeg ik, doe de speurwerk. Als je naar een huis gaat kijken, kijk dan hoe oud het huis is. Kan je het verhaal vertellen over het huis? Dat kan ook heel veel oppervlakte en belangstelling, zeker meer belangstelling en interesse tonen aan de verkopers. Dan als er een voorkeur komt, misschien ben jij dan degene die wint. En dat zie ik ook wel gebeuren, want je hebt positiviteit, verhuizing hier. Je bent zorgzaam, zo je zal zorgen dat je kinderen en je man, of jij en je man of partner, een dak boven hun hoofd heeft. Je hebt ook de zes van pentakels. Je gaat, dit laat ook weer zien dat je van 4, 5 naar 6 gaat. Je gaat naar 6 en je gaat langzaam maar rustig aan naar het volgende niveau. Je hebt tenslotte 7 hier. Zo, je hebt al 4, 5, 6, 7 en hier heb je de 8. Zo, definitief, je bent rustig aan het bijstellen en dingen aan het zo aan het maken dat als het de drukke tijd weer aanbreekt, dat je er klaar voor bent. Heb je geen geld, maar heb je een lening aangevraagd, dan met de 6 van pentakels kan het zijn dat er afgewogen wordt, want je hebt hier ook de schaal, afgewogen wordt dat jij de juiste persoon bent voor die lening, voor dat huis.
zodat je wint van de competitie. Dit hoeft niet een persoon te zijn, dit kan ook een instantie zijn. We hebben de instantie hier al. Dat kan de bank zijn, dat kan de hypotheekverstrekker zijn, dat kan de makelaar zijn, dat kan de een rechter zijn, of dat kan de justice of the peace zijn, die jou de voorkeur geeft en jou een slot als je afspraken moet maken. Van iemand beter bedeeld kan je geld krijgen, kan je een cadeau krijgen, kan je een luisterend oor krijgen of een helpende hand. Maar als jij beter bedeeld bent, dan kan je dat voor iemand anders die minder bedeeld zijn betekenen. En dat kan ook jou in goede stand staan. Omdat mensen die zien dat mensen die niet aan zichzelf denken, die zijn de winnaars en die zullen altijd sterk genoeg zijn om de competitie van de competitie te winnen. Dit kan ook te maken hebben met liefde. Want we hebben hier, misschien heb je niet genoeg geld om een cadeautje te kopen of iemand uit te nemen, maar je wilt wel een aanzoek doen. Hier heb je een 4 of een 6 en hier heb je een 4. Wauw. Zo, hou dat in gedachten. Neem een stukje papier en een potlood en noteer de nummers. Dit is nummer 8. We zijn in jaar 8. Zo, dat is het jaar van productie, prosperity, rijkdom, geld. 8 betekent ook dat geld kan je naar je toe komen en dat je in je kracht staat. De 8 van staven betekent dat je nieuws kan ontvangen en dat dingen vrij snel gaan ontwikkelen. Blijf geloven en geloof in wonderen. Misschien heb je wel een promotie gekregen en ben je op de weg aan het rijden. Misschien moet je wel reizen voor je werk of je gaat op een vakantie. Het nieuws komt door cyber. Kijk maar naar alle lijnen. De antennes staan er. Je ontvangt nieuws door e-mail, textmessage of telefoon. Dat had je ook al in februari, nu in mei. Misschien als je een aanzoek hebt gehad en dit is de justice of the peace. Dat is de persoon in de gemeente die mensen trouwt. Van de burgerlijke stand geloof ik dat het heet. Ik weet niet precies. Maar als je gaat trouwen, kan je nu in mei gaan trouwen. Je hebt 2 4. Zo let op dubbele nummers. Het zijn de engels die een teken geeft over de bescherming en dat ze bij je zijn. 4 is stabiliteit en productiviteit. Ook betekent het 4 en 4 is 8. Zo je hebt dubbel 8. Dit kan zijn dat je gaat verhuizen of dat je samen gaat wonen of dat je gaat trouwen. Het is wel de kaart van feesten en vieren. Als jij niet een feest gooit of trouwt of een housewarming feest geeft, dan kan het zijn dat je uitgenodigd wordt naar een feest. Hier ontmoet je mensen, nieuwe mensen en misschien ook wel bekende mensen. De nieuwe mensen betekent dat je misschien te maken hebt met nieuwe partnerschappen of vriendschappen die gebouwd zijn op goede funderingen en niet op slechte. Dat was in mei. In juni hebben wij de 5 van bekers. De 5 van bekers betekent kijk niet terug. En als je terugkijkt, leer van je lessons, leer van je ervaringen, je mensenkennis en je levenskennis. Sluit het negatieve af. Het verleden kan nooit meer terugkomen. Misschien dat je daarom in maart je zichzelf afsloot. Maar je bent gelukkig weer eruit gekomen en je kan vieren. Want de zon die komt weer op. Sta op, stof jezelf af en verander het heden en de toekomst. Hier heb je een 5. Zo 4, 5, 6. Wauw. En we hebben 7.
We hebben twee vieren. We hebben hier een vijf. Zo, je hebt ook twee vijven. Drie vijven. Maar je hebt ook de aas van pentakels. Zo, leer van het verleden. Als je bijvoorbeeld je baan verloren hebt omdat je te vaak te laat kwam, omdat je voor de kinderen moest zorgen of dat je een lekker band had of weet ik veel wat. Leer ervan. En neem, als je geen mobiele telefoon hebt, je kan dat oplossen met een mobiele telefoon. Of zeg tegen een kennis van, kan je even zeggen dat ik later kom, want ik moest iets door privéomstandigheden. Maar maak er geen gewoonte van. De aas van pentakels betekent duurzaamheid op langere termijn en tastbaarheid. Je kan te maken hebben met iets dat je kan zien, voelen, zoals geld. Dat betekent promoties, het is een nieuw begin. Dit is een aanbieding van de divine, de engelen en je voorouders. Dit is een nieuwe deuropening om doorheen te stappen. Hier zie je dat het lijkt net of het een druiventak, grote druiventak is. Iets komt vol cirkel. We hebben voldoening of voltooiing hier. Zo, er zijn meerdere nieuwe beginnen en einden. Misschien ben je bezig op de web, op het cyber. Hier heb je cyber, hier heb je cyber. En de web, noemen ze, is de spinnenweb. Heb je, daar neem ik dit als cyber. Heb je je eigen netwerk gecreëerd, waardoor je betere ondersteuning kan krijgen en verwachten. Misschien is er wel een relatie die net begonnen is, of die een liefdesrelatie was, wordt permanent. Je hebt tenslotte, dit is voor langere termijn, duurzaamheid en langere termijn en tastbaarheid. Dit is ook dit huwelijk, trouwen. Trouwen voor langere termijn. Deze relatie zal voor een lange tijd blijven bestaan, zolang je geleerd hebt van het verleden en het verleden los te laten en niet te vergelijken met het heden. Je hebt de vier van zware. Dit betekent dat je misschien een midweek of een weekend weggaat in juli. Met de familie of je gaat familie bezoeken. En ook neem je tijd uit om na te denken, mediteren, contemplatie en evaluatie. 4, hier heb je een 4, hier heb je een 4, hier heb je een 4. Zo, je hebt 3 vieren. Weer een engelennummer. De engelen zijn over jou en beschermen jou. Je hebt de zegenwagen. Dit betekent kampioen, victory. Je bent de winnaar. Zo, je hebt al van één competitie gewonnen. Zij deze of deze. Je hebt erkenning. Mentaal ben je heel erg krachtig en sterk. Misschien wel meer telepathisch. Dat wil zeggen dat als jij denkt aan iemand van Jantje, wil je me bellen? 5 minuten later of de volgende dag belt Jan je. Je kan connectie leggen met je gedachten. Gedachten geven kracht, zei mijn moeder altijd. Zo, blijf positief. En ga niet in het negatief zitten. En kijk eens, je hebt weer een 7. 7-7. Dubbel geluk. Heb je je oog laten vallen op een mobiel iets, zoals een auto of een brommer of een motor, dan zou die van jou wel eens kunnen worden of zijn. Misschien krijg je een baan of een promotie en dan krijg je een auto van de maatschappij. Hier, je hebt de zwart en wit. Deze man die is zo sterk met zijn hersens of gedachten, dat hij kan deze phoenixen, eigenlijk sommige deks is het een witte paard en een zwarte paard, samensturen. Er zijn geen teugels. Hij doet het via met zijn intuïtie. Kracht geeft macht en macht geeft kracht en sterkte.
Je kan te maken hebben met een kreeft. En dit is in juli. Juli, zo, dit is de kreefttijd als het niet een persoon is. Ook weer naar het volgende niveau. Verloven, trouwen, een familie starten, uitbreiden, verhuizen, op vakantie, maar dan met de auto waarschijnlijk. En dit betekent ook dat u een promotie kan krijgen of een salarisverhoging, expansie, groter worden. Zo, wauw, een hele mooie kaart. Recognitie. Mensen kunnen misschien heel veel aandacht vragen en aan je trekken met deze victory, met deze kampioenschap. In augustus heb je de Hierofant, de hoge priester, nummer 5. Je hebt 1, 2, 3, 3 kaarten dat 5 zijn. Niet alleen maar 4 en 2 keer 7, maar wauw. Dit is iemand, net zo, hij ligt ook onder de koningin van zwaarden. Zo misschien heb je wel meerdere mensen waar je eventueel advies aan vraagt. Dit kan de Justice of the Peace zijn. Dat kan dus de gemeente, de ambtenaar, dat was het, de ambtenaar, de huwelijksambtenaar zijn. Maar dit kan ook een priester zijn. Misschien zoek je advies over een huwelijk, want, omdat je gaat trouwen. Of geestelijke steun, of professional advies, of misschien religieuze of spirituele begeleiding. Dit kan ook zijn dat je in augustus naar een waarzegger gaat, of naar een medium, of een paragnost, of naar iemand die kaarten leest en je vraagt voor een lezing. Want je zit met een probleem of met een idee. Hier heb je je solarplex of je zonnevlecht weer geblokkeerd. Waarom? Hier is weer een aanbieding van het heelal, de kosmos en de engelen en je voorouders. Zo zit niet te vaak in je hoofd. Hier sluit je je hoofd af, hier sluit je je hoofd af. Man, als je een munt in je hoofd steekt, dan zou je toch ontzettend veel pijn in je hoofd hebben. Zo kom uit je hoofd. Ga niet zitten treuren en word depressed. Blijf actief. Zoek mensen die van dezelfde interesses hebben, dezelfde dag gedachtegang. Het is zomervakantie. Zo geniet een beetje. Maak je niet al te veel zorgen. Maar dit kan een gids zijn, dit kan een dokter zijn, dit kan iemand die in een instantie werkt of representeert, werken, advocaat, misschien wel een gynaecoloog. Wie weet, als je zit te denken over kinderen krijgen. Het ligt tenslotte naast de zegenwagen. Dat betekent familie beginnen of groter maken, expansie. Je hebt hier ook de geliefde nummer 6. Je hebt weer een nummer 6. Nou, je hebt nummer 6 hier. Je hebt nummer 6 daar. Zo, je hebt 2 zessen. Oké. Weer dubbele nummers. Dit betekent geliefde. Dit kan een tweeling zijn, want de geliefde representeert tweeling. En dit kan in september zijn. Zielsmaatjes. Deze unie of koppeling die wordt gezegend door Archangel Gabriel. 6 betekent dat je meer dan halverwege bent en dat je zeker in balans bent. Alles van gedort wordt weer, gaat weer bloeien. Je staat misschien bij een kruising in je leven. Misschien heb je wel meer keuzes dan 1. Tussen een geliefde of een zielsmaatje. Een zielsmaatje hoeft niet onze romantische partner te zijn. Dat kan iemand zijn die je vertrouwt, waar je je veilig voelt en dat je beschermt en zij beschermen jou. Je hebt hier ook de aas van
bekers. En dat betekent dat je beker zal overvloeien van geluk, liefde, zorg en je wordt verzorgd. Kijk eens, de duif die brengt nu de munt. Je hebt de duif in zoveel van deze plaatjes. 1, 2. Wauw. Zo, 3. Zo, 3 is scheepsrecht. Zo, nieuwe liefde. Misschien een kreeft, een schorpioen of een vis. Je beker zal overvloeien. Ga met de flow mee. De eb en de vloed. Ga niet tegen de stroom in. Zo, open je zonnevlecht. En sluit jezelf niet af. Anders kan je de liefde of de gezelligheid, de lol, niet ontvangen. Je hebt de 2 van staven in oktober. Dit betekent plannen komen, plannen maken voor de toekomst. De zon schijnt op je. Kijk eens, de zon is overal. De zon komt op voor jou in zoveel van deze mooie kaarten. Je kan een partnerschap gaan vormen en samen plannen maken voor de toekomst. De 9 van bekers is een wens, een droom, een doel. Een einde aan emotionele, emotionele moeilijkheden. Pas op met niet te veel drinken. Drink meer water. En net zoals ik zei, ga met stroom mee. Sta open om te ontvangen. En geloof dat mirakels of wonderen zijn de wereld niet uit. November heb je de 9 van staven. De 9 van staven, dat betekent de zware tijd. Misschien heb je te veel hooi op jezelf genomen. En nou is het tijd om te beginnen te delegeren, te vragen en te zeggen wat je wilt. Kan jij dit doen? Kan jij dat doen? Wil je mij hierbij helpen alsjeblieft? En hier komt de zon weer op. Gooi de handdoek niet in de ring. De zon, licht is aan het eind van de tunnel, want je hebt de koning van pentakels. Neem deze tijd om rust te nemen, zoals ik je al gezegd heb, met al die woef, die snelle dingen. Als je een batterij niet oplaadt, dan rijdt de auto niet meer. Alles wat je aanraakt, en als je zorgvuldig de speurwerk en informatie verzameld hebt en naar je adviseurs geluisterd hebt, dan zal je succes boeken. Je hebt de gouden vingers, je hebt de Midas touch. Dit is ook stier. Stier, stier. En stier komt vrij veel voor in je lezingen. 1, 2. Boom. Geweldig. Nou, je hebt je ook de 6 van staven. De 6 van staven in december. En daar sluit je het jaar mee af. Met succes. Met succes. Je hart, de punt in je hart schijnt de zon. Wauw, ik vind dat mooi. Je bent de kampioen weer. Het betekent hetzelfde als de zegenwagen. De kampioen, de winnaar. Of naar, op naar de volgende niveau. Je sluit het jaar af in positiviteit. Misschien een verhuizing, een nieuw huis, een promotie, een salarisverhoging. Misschien een vakantie. Maar je hebt weer een 6. Nou moet ik even langzaam kijken. Want hier hebben we een 6. Dan hebben we hier een 6. En we hebben hier een 6. Een 666 is de duivelsnummer. Zo, wees voorzichtig. Ik zei al, pas op dronken mensen of mensen die te veel drinken. Dan krijg je de duivel. Iemand die verslaafd is. Ik zeg niet dat jij het bent, maar jij moet wel meer water drinken. Maar pas op voor mensen die de wol over je ogen willen trekken. Alles wat glittert is niet goud. Maar je kan een major download hebben van de kosmos in augustus. Zo. Mensen willen hebben wat jij hebt, want jij bent de kampioen. Wauw.
En dat betekent dat je alle beide competities zal winnen. Maar je moet het wel rustig aandoen. Sta sterk, aard jezelf met al de munten die je hebt. Wauw. En wees zeker van je zaakjes. Maak je beslissingen. Laat niet heel alweer controle nemen. Want hier sta je voor een kruispunt. Wat zal ik doen? Ja of nee? Ik ga niet op de schommel zitten of op het hek. Maak een beslissing en neem je eigen controle terug. Je krijgt nieuws aan het eind van het jaar in december. En dit nieuws is voor langere termijn. Dit is ook goed nieuws, omdat het op een positieve kaart ligt. Weer dat die promotie of dat jouw investering rendement terugbrengt aan het eind van het jaar. Ik hoop dat je deze lezing leuk hebt gevonden. Nou heb ik 3 orakelkaartjes. Ook een beetje hetzelfde als de themakaarten. Met overalgemene energie en goed fortuin. Inviteer magie in je leven. Dan heb je de regenboog engelenveer. Je kan alle kleuren dragen om te detoxen, om je te helen, vooral in november. En ik zie ook overal regenbogen, zo je voorouders zijn definitief hier aanwezig. Bijvoorbeeld hier. Ik ga niet alle kaarten weer openmaken, maar er is een heleboel glitter en schijn. Met speciale zegening, met een grote vreugde. De engelen willen je vertellen dat jij zal een speciale zegening van de engelen ontvangen met liefde, vreugde. Zal je uitstralen door deze speciale zegening. Karmic relatieschap. Karmic relaties. Laat resentment, laat wraak of haatgevoelens achter. Want dat zal je triggeren om depressief te worden. Waar was je? Hier. Oké? En hier. Zo vergeet het verleden. Laat het lot los. Krijg de juiste perspectief. Voordat je iets begint. Intensiviteit zal hier zijn en loslaten. Verwerk het verleden zodat je dit nieuw begin of beginnen kan kampioen kan worden. En dat je het van leert. Laat los van het oude zodat je ruimte maakt voor het nieuwe. Laat de slechte vaarwaters of ruwe vaarwaters los en loop weg. Laat los. Een mooi bericht. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Please, geef ons de duimpjes en deel het met vrienden en familie. En ik hoop je te zien in de live. Laat de leiderschap groter worden. Dank je wel. Heb een mooi, gezond, vrolijk en vruchtbaar jaar. Tot ziens.